Alweer een lekker sfeertje op de Bosuil. De inzet is dan ook niet min. Dit is het duel om de tweede plaats en het gaat hem natuurlijk ook om de prestige. Beide ploegen spelen met veel inzet, maar veel kansen krijgen we aanvankelijk niet te zien. Dit is een eerste schuchtere poging van KV Mechelen. Aan de overkant is Peter Utaka tweemaal gevaarlijk. Eerst draait hij, maar zijn schot is te zwak. Even later doet hij beter. Vanuit een scherpe hoek, bal gaat voorlangs. Antwerp neemt de bovenhand, al is dit nog een goede kans voor Mechelen. Een schot van Vlemings, maar geen probleem voor Ristovic. 23 minuut vrije trap Antwerp, de Argentijn Olguin kan net niet bij de bal. Antwerp voert de druk op. De bal belandt bij Darren Gibson. Een goed schot op de vuisten van Kempeneer. Na iets meer dan een half uur gaat Utaka alleen op doel af. Omspeelt ook de doelman, maar krijgt de bal niet in doel. Dit had de 1-0 moeten zijn, maar Van Hoevelen is goed teruggekeerd en houdt Mechelen overeind. 0-0 is de ruststand. In de tweede helft is het een kwartier wachten op een eerste kans, maar het is dan ook raak. Olguin wringt zich tussen twee spelers, legt dan goed af voor Soufiani en die plaatst de bal en 1-0 voor Antwerp. En daar zijn ze heel gelukkig mee, de Bosuil in vuur en vlam. De Franse Marokkaan Soufiani weinig aanwezig in de wedstrijd, maar dit doet hij wel goed. Mechelen reageert vrijwel onmiddellijk met een knap schot van Idi, maar Ristovic is alert. De inzet blijft groot aan beide kanten, maar de kansen blijven schaars. 75ste minuut, goede pas naar Utaka, maar die laat de kans weer liggen. Utaka alleen op doel af, maar een goede tussenkomst van doelman Kempeneer, het blijft 1-0. Mechelen zet in de slotfase nog alles op alles en dit is nog een goede kans in de toegevoegde tijd, maar de bal wil er niet meer in. Antwerpen wint de magere topper met 1-0 en nadert in de stand tot op 3 punten van leider Dender. Maar Dender speelt morgen nog.